In Timmertip 720 heb ik het over de ideale werkbankrollen. En die heb ik toen opgemaakt. En dat is weer een poosje geleden. En ze gaan nog steeds heel erg goed, vind ik. Ik ben er erg blij mee, ook op den duur. Want dat is niet altijd zo. Hij ging wel eens een beetje stug lopen. Als je dat smeert, smeerseltje ertussen, dan gaat dat weer een stuk makkelijker. En nou heb ik bij iemand op YouTube ook gezien dat hij een hoeklijn eraan gemaakt had, zodat je in één keer dat naar beneden kon halen en naar boven. En dat ga ik eens even hiermee uitproberen. Het is dus geen uitvinding van mij, maar ik heb het ook weer ergens anders gezien. Dus dat wil ik wel eens uitproberen. Ik had nog van die hele stevige stalen hoeken. Die heb ik nou voor lengte gezaagd. En ik denk als ik dat met een paar boutjes vastzet. En misschien als die los staat, dat die niet helemaal omhoog. Kijken of dat handig is. Anders zet ik hier een klosje erop. Dat hij in die houding blijft staan. Dus hier een klosje en dan kan hij niet meer dan daarheen. Dus het is dit en zo omhoog. Of ik kan hier een klosje op maken dat hij er ook niet meer dan dat omhoog kan. Dat lijkt me handig. Maar dat zien we in de tweede instantie wel. Ik ga eerst kijken of dit lukt. Want ik heb zo mijn twijfels eigenlijk nog wel. Maar dit wil ik in de praktijk wel eens zien, of dat goed lukt. Ik doe eerst eentje, die hecht ik en dan ga ik de volgende er pas aanmaken. Dus ik ga niet twee gaten eerst boren. Ik vind het veel te lang duren, dus ik doe eerst een kleinere boor. Kijk, dat gaat goed zitten. Als ik dit door midden zaag, dan heb ik genoeg voor die andere kant ook. Mooi boutje. Zo, ik heb twee borgmoertjes, dus ze blijven zitten. Op de ene kant heb ik nou gehecht en nu begin ik pas te boren met de andere kant, want dan komt hij altijd goed uit natuurlijk.
Ik wou nog meer borgmoertjes hebben, maar ik zie, ik geloof dat ik ze niet heb. Dat is nou jammer. Ga ik het maar met gewoon moertjes doen. En volgens mij zaten die hierin. Ik heb ook wel een zo'n eind moer. Die kan ik ook wel gebruiken. En als ik nou twee van deze gewone moertjes heb, dan kom ik er wel. Ah, hier heb ik nog een borgmoer. Kijk, helemaal mooi. Per ongeluk vind ik nog een borgmoer. Nou, heb ik een eind en een borgmoer. Dat gaat ook wel lukken. Ik ga deze dan hechten met een moertje. Zit die goed vast? Nou, dan heb ik hier alleen nog een borgmoer. Nou, die zet ik van boven wel vast. Dan zit hij vast. Dat gaat goed, hè? Dat gaat ook goed. Ja, het kan net zo goed als ze hier tegenaan gaan en dan heb je een probleem. Maar dat heb ik niet. Het gaat net. Het gaat precies goed. Mooi.